Ik kwam daar dingen tegen die ik in het profvoetbal niet vaak ben tegengekomen. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld in de rust. Ik zat een keer in de kleedkamer met mijn speelde IJsati, Ismail IJsati. Ik zag geen eens jongens in de rust sigaretjes opsteken en dat soort dingen. Nee, joh. En voor mij was dat nieuw, weet je. Ik denk, wat gebeurt hier? Dus ja, ik heb daar wel dingen meegemaakt daar in Turkije. En, ja, dat was normaal. Trainer was bespreking aan het geven. Jongens steken sigaretten op. Gewoon heel doodnormaal. Dan wordt je nog een sigaret aangeboden. Maar gekkigheid, weet je. Ik wist niet dat dat bestond in het profvoetbal. Nee.